Ik ben net aangekomen in het zorgcentrum in Hummelo en ik ga daar een concert geven voor een groep ouderen, een huiskamerconcert. Ik kan hier op mijn manier aandacht geven aan deze mensen. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen in Oost-Europa, Afrika, wereldwijd die niet in zo'n zorgcentrum kunnen zitten. In het Adopt a Granny programma van Dorcas neemt de aanpak tegen eenzaamheid een hele belangrijke rol in. Dat doen we onder andere op de manier van activiteiten organiseren. Samen met lokale kerken worden activiteiten georganiseerd. We organiseren activiteiten samen met sociaal werkers. In Rusland is recent een concert georganiseerd voor grannies. Een ouderenkoor kwam voor ze optreden. Dat deed bij de mensen heel veel goed. Je merkt dat ze ontzettend enthousiast werden. En dat het mensen samenbrengt. Juist dat voorkomen van die eenzaamheid, mensen samenbrengen, bouwen aan relaties is een heel belangrijk onderdeel in de aanpak van Dorcas. En we dachten, waarom zouden we dat ook niet hier in Nederland kunnen doen? Nou, de oma's heten Nina, zei je, uit Moldavië? Uit Moldavië is Nina Mihai. Ja. En uit Oekraïne, dat is Gisela Nagy. Ja, misschien spreek ik de naam. Nou, dat klinkt heel goed. En dan ook dat het veel voor haar betekent, dat u haar helpt? Ik denk het wel, ja. En ik heb dus ook van mezelf de foto gestuurd en ook mijn leeftijd en dat ik dus ook voor haar bid aan haar denk. Oudere mensen worden toch wel vaak vergeten en dat zijn de mensen die nou vaak alleen overblijven. Daarom vind ik dit project heel goed van Stichting Dorcas en hoop ik dat er steeds meer mensen zijn die ook een granny willen adopten.